Mijn naam is Katrien Wickaert en mijn connectie met Japan is professioneel. Sinds midden jaren 90 ga ik op heel regelmatige basis voor mijn bedrijf naar Japan. De reden waarom dat we hier in deze omgeving staan, we zijn hier niet in Japan, we zijn hier in het hart van Brussel. Ikzelf heb in de loop der jaren veel liefde voor de Japanse keuken ontwikkeld. Ik vind de Japanse keuken een van de beste ter wereld. En dus ik kom wel eens regelmatig naar hier. Deze print heeft mij in eerste instantie aangesproken omwille van het centrale van de vrouw die erop staat. Een heel specifieke pose eigenlijk. Niet zo typisch. Ze kijkt naar omhoog, haar blik is in de ruimte, haar ogen zijn wijd open. Er is iets heel zelfverzekerd dat uitstraalt uit deze vrouw. Ook het sensuele karakter. Je ziet rode accenten in haar yukata, een rode stip in de nek. De achterkant van de nek is ook voor Japanse norm eigenlijk een zeer sensuele zone. Dus daar straalt aan de ene kant iets heel huiselijk, intiem uit die prent, maar ook iets zeer sensueel. Wat ook mooi is op de prent is het rood van de krab. En je ziet bijvoorbeeld de stiksels waarmee de panden van de yukata aaneen gezet zijn. Die zijn met de hand gezet en die brengen de twee panden bij elkaar en tegelijkertijd geeft dat eigenlijk een verluchting.